zeg Stefanie, in 2024 moet ik voor de eerste keer gaan stemmen, maar is dat nu zo belangrijk dat ik als jonge snotneus ga stemmen? Het is superbelangrijk, want België heeft 11 miljoen inwoners, 6 miljoen Vlamingen. En dus het is eigenlijk onmogelijk om met allemaal die mensen samen beslissingen te nemen. En daarom stem je eigenlijk op een volksvertegenwoordiger die volgens jou de beste is die de keuzes kan maken voor ons land. Ja, en die politici, wat beslissen die allemaal? Ja, politici die maken wetten, die beheren het budget en die nemen bijvoorbeeld beslissingen rond de fietsveiligheid rondom jouw school of rondom jouw studietraject. Dus allemaal zaken die superbelangrijk zijn voor jonge mensen zoals jij. Dus als ik het goed begrijp, als ik gewoon meepraten, moet ik eigenlijk gaan stemmen? Helemaal juist, exact. En gaan stemmen in België, is dat eigenlijk verplicht? Ja, er is dus een opkomstplicht, zoals dat heet. Dus vanaf 18 jaar moet je naar het stembureau gaan. En waarop kan ik allemaal stemmen? Wel, als 18-jarige zal je dus in 2024 stemmen voor de Vlaamse, de federale en de Europese verkiezingen. Woon je in Brussel, dan stem je ook lokaal. Nu, buiten Brussel is dat niet verplicht, maar dat is toch wel minstens even belangrijk, want dat gaat over jouw stad of jouw gemeente waar dat je in woont en waar dat je in opgroeit. En de Europese verkiezingen waren dan vanaf 16 jaar, klopt dat? Ja. De regels zijn vanaf nu veranderd. Hè? Dus vanaf 16 jaar mag je gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Als ik nu niet wil gaan stemmen, kan ik gewoon blanco stemmen? Ja, je moet sowieso langskomen, maar je moet niet te stemmen. Dus daarom heet het een opkomstplicht en geen stemplicht. Maar toch zou ik jou aanraden om wel te stemmen op een partij of op een persoon, aangezien niet stemmen de kans vergroot dat een partij waar je minder mee hebt of waar je helemaal niets mee hebt, ja, dat die dan een hoger percentage behaalt. Ja. En dan wil je dat dan ook niet, hè? Nee, dat wil ik helemaal niet. Maar hoe werkt dat, het stemmen juist? Kan je daar misschien wat meer vertellen? Wel, dat ga ik u in de volgende video uitleggen. Want over verkiezingen, daar valt er nog mega veel over te vertellen. Dankjewel, Stefanie. En wil jij nog meer weten over de verkiezingen of hoe je moet stemmen? Kijk dan zeker op ikgastemmen.openvld.be.